Jimmy van Schie, aan de vooravond van het begin van jouw Champions Week. Hoe kijk je ernaar uit? Ja, ik heb er super veel zin in natuurlijk. Mijn niveau zit super lekker de laatste tijd. Dus ik heb er echt super veel zin in om daar te presteren. Helemaal terug naar het begin. Vorig jaar augustus. Geen ticket gekregen, geen wildcard, niks. Je gram gehaald. Alle series mag je spelen dit jaar. En dan ook nog eerste keer net niet. Tweede keer meteen Finals Week. Of ja, Champions Week natuurlijk. Maar die Finals Night. Eigenlijk de weg ernaartoe was al een hel. Laten we beginnen vrijdag. Je hebt nog een paar overwinningen nodig. Het was of Damien of jij. Het was de hele week al een beetje zo. En toen, die laatste pot. Hoe heb jij die beleefd? Jij mocht niet meer. Jij moest wachten. En toen? Ja, het was eigenlijk eerst de pot van mij en Damien. En ik had voor mijn gevoel, ik moet die winnen eigenlijk. Dan is het in mijn eigen handen. En ik verloor hem. Ja, en toen was het afwachten. Nou, toen kon het eigenlijk al met de 3-0 laatste pot. Als ik het goed begrijp, was volgens mij dat Damien 150 uitgooide. Terwijl de ander op 110 stond. Nou, dat was een klasse finish. Nou, dat was één kans weg eigenlijk. Om het zo te bekijken. Nou, de tweede partij, dat was eentje stond op 92 volgens mij. En Riscoli op 110. En 92, triple 20 gaat erin. Twee pellen gemist. En Riscoli gooit 110 uit. Oh, ja, en toen kreeg ik zenuwen. En toen ging ik even zitten daar in de achtergrond. En toen zag ik dat Damien verloor. Ja, je weet, Damien is mijn maat. Maar ja, iedereen gaat op zichzelf. En toen ik door was, ja, dat was wel een beetje een boost. Nou ja, en iedereen heeft voor de rest kunnen zien wat daar gebeurde. Dus ik had het niet zo durven dromen dat het zo gebeurde eigenlijk. Goed, dan hebben we vrijdag genoeg zenuwen gehad. Dan gaan we naar de zaterdag. De eerste pot zit je er niet helemaal lekker in. Die tweede wel. Ja, maar gebeurt eigenlijk iets wat we al weken, bijna jaren niet hebben gezien. Een 9-dart shootout. Wat gebeurde er met jou toen? Ja, eigenlijk is het heel raar gezegd, maar ik had eigenlijk best wel veel zelfvertrouwen. Ik denk, nou ja, weet je, ik denk, oh, het zal weer gebeuren dat het weer zo meteen een 4-3'tje wordt. Dat ik weer net niet doorga of zo, weet je wel. Omdat het heel de week al zo liep eigenlijk. En toen dacht ik, oh, nou heb ik eigenlijk nog de kans om het toch nog te laten lukken. En ja, toen de Pilgrim die 180, toen dacht ik, oh, wauw, ik meen het nou. Ik ga staan in 140 en toen wist ik het al, toen was ik door. Ja, en toen gooide Pilgrim eigenlijk geen triple. En toen wist ik dat ik als eerste door was. En toen hoorde ik ook tegen Martin Adams moest. Nou, dat vond ik al sowieso een beloning om tegen een Legends te mogen spelen. En ja, die pak ik dan 4-0. Ja, en toen had ik het gevoel al van, oké, het kan niet meer fout. Ja, het moet zo zijn, weet je wel. Ja. Het moest zo zijn, maar wat doet het publiek met jou? Want we hebben je ook een paar weken terug al weer op een podium zien staan. Het publiek doet echt wat met jou in positieve zin. Ik vind het zo mooi. Ik zei al vorige keer met de Roemenië Open, de eerste wedstrijd. Dus ik was zo zenuwachtig, want de keer daarvoor, de laatste keer dat ik het podium speelde, tenminste bij een echt belangrijk toernooi zeg maar, was het EK. Ik moet even nadenken hoor. Zuiden of het EK. Maar in ieder geval, die kriebels heb ik lang niet meer gehad. En toen kwam ik bij het Roemenië Open, half finale, ik had weer die kriebels, dezelfde kriebels. Dat vond ik zo mooi. En toen won ik die en toen voelde ik mij onoverwinnelijk. En ja, dat heb ik nu elke keer als ik op het podium sta. Dus dat gevoel wil ik graag meebrengen naar de Champions Week. In jouw stijgende lijn dit jaar is Champions Week weer een mooie opstap naar nog meer. Je zit eigenlijk wel lekker op de trein omhoog. Het gaat supergoed. Wat ik al net al zei, ik had niet zo durven dromen dat het zo goed zou gaan. En we genieten gewoon lekker. En we zien wel waar het schip strandt. Er is maar één doel in Champions Week, sowieso de zaterdag halen. Ja, dat is wel het doel. Als eerste, dat was eigenlijk ook mijn doel de vorige series. En mijn doel werd steeds verplaatst naar iets beters. En dat gaan we nu weer proberen. Jimmy, heel veel succes daar.